Oh, dit wordt superleuk. Dat kan ik jullie wel vertellen. Ik heb er heel veel zin in. Het mooie is, je bent nergens afhankelijk. Je bent niet afhankelijk van weersomstandigheden. Nee. Het is heel mistig. Bij jou ook? Ja. Oh, ja. Het is ontzettend mistig geworden en kouder en het wordt regenachtig. Oh, ja. Wanneer weten wij dat we geen huis doen? Wat zou het zijn? Ik denk het. Dan zag ik hier de chat. Ja, hallo, hier ook mistig, zie ik hier al. Prima. Kijk, allemaal andere mensen. Hallo. Hallo. Hallo, andere mensen. Deze mensen kunnen denk ik helemaal niet. Oh, hier kunnen we het aantal zien. Oh, wel goed om nu allerlei dingen te ontdekken. Oh, kijk hier. Is er ook nog iets? Oh ja, kijk hier. Oh ja. Nou, voor de mensen die hier al in zitten, we wachten dus nog even op een aantal deelnemers. Ja. Dus, ik weet niet of iedereen ons al kan horen. Ik denk het niet. Maar ik vind de vraag van Hans Greven, is het een bewuste keuze dat jullie ons niet in beeld willen hebben? Vind ik al een hele leuke vraag. Ja, Hans, vooral jij. Ja, Hans. Nee, volgens mij heeft de technische afdeling het uitgezet, dat iedereen zijn camera... En... Oh, oké, dus die kunnen ons nog niet... dan horen we zo wel als we aan worden gezet. Ja, ze horen ons volgens mij wel. Maar wij kunnen niet zien, denk ik. Hun niet zien. Oh, we horen jullie prima. Oh, ja. En zij kunnen niks zeggen en we kunnen hun niet zien. Ja. Nou, wat heerlijk. Dan kunnen we... Maar we weten wel dat ze er zijn. En dat is juist zo fijn dat iedereen daarbij is. Heel goed, Sietske, we horen de dames en Peter. Voordat we officieel beginnen, daar krijgen we een teken voor. Dus dat wachten we nog eventjes af. Oh, volgens mij kunnen we los. Nou, hartstikke goed. Nou, welkom. Wat fijn dat we een webinar krijgen van twee topzeilsters. Hartstikke leuk om die te leren kennen, om te horen hoe zij zich voorbereiden op wedstrijden, wat ze doen, wat ze er allemaal voor moeten laten, hoe ze dat aanpakken, hoe ze met elkaar omgaan. Maar het is natuurlijk voor ons ook superleuk. Sport wordt pas extra mooi als je het verhaal achter de sporter ook kent. Dat maakt het nog zoveel meer bijzonder. Dus daar ga ik de eerste 20 minuten eens eventjes naar informeren. Wie is Willemijn? Wie is Elise? Hoe kijken ze naar elkaar? Dat is ongeveer 20 minuten en daar verheug ik me nu al enorm op. Daarna geef ik ze het woord dat ze rustig kunnen vertellen hoe zij dat nu aanpakken. Hoe zij naar een wedstrijd toeleven, wat ze daarvoor nodig hebben. Hoe ze de wedstrijd ingaan, hoe ze op de boot met elkaar omgaan. Daar zullen allerlei inzichten komen, daar zullen tips komen. Ik denk dat we echt iets gaan meemaken. En dat is mooi. We gaan een uur lang echt iets beleven. Dus laten we beginnen. En het begin is dat ik het heel even uit handen geef. Maar dat is niet lang. Dat is namelijk de vraag aan Willemijn en Elise. Of jullie elkaar willen voorstellen. Dus ik wil eerst vragen aan Willemijn om Elise voor te stellen. Wie is dat en wat doet ze en waarom?
Nou, dit is Elise die naast me zit. ze is 21 jaar. En ze wil eigenlijk de beste bemanning van de wereld worden. En ze vindt vooral wedstrijden zeilen heel leuk. Het winnen van wedstrijden. Trainen vindt ze iets minder. Maar het wedstrijden zeilen, daar krijgt ze het meeste energie uit. En eigenlijk de drive om door te gaan en wel de trainingen te doen. Dat komt daar eigenlijk vandaan. Nou, en Willemijn, in welk opzicht lijkt zij op jou? En in welk opzicht juist helemaal niet? Ik denk dat we best wel verschillend zijn als personen. En ze lijkt denk ik het meest op mij, omdat ze wel echt een super erge drive heeft om door te gaan. En als het moeilijk wordt om toch door te zetten en voor het uiterste en het hoogst haalbare te gaan. En waar we verschillen. Ik denk wel een beetje hoe we het aanpakken. En dat maakt ons denk ik ook meteen een beetje sterk. Dat zij soms aan de ene kant een beetje staat en ik aan de andere kant. En dan dagen we elkaar eigenlijk uit om het beste plan te krijgen. En ja, voor het beste te gaan. Ja, en als je nou echt in één of twee zinnen zegt, wat is haar grootste kracht? Ik denk dat zij goed weet wat ze vindt. En als je echt iets vindt, het zegt en ervoor durft te gaan staan. Oké. Dat is een grote helderheid. Dat is handig als je een team bent. Ja. Oké, dankjewel. Elise, het is jouw beurt. Wie zit er naast jou? Nou, dit is dus Willemijn. En Willemijn is ook 21 jaar. En ik denk dat Willemijn trainen iets leuker vindt dan ik. En daar ook meer energie uit kan halen dan ik. Maar daarnaast is Willemijn ook super gemotiveerd om altijd de wedstrijden super goed te doen. Soms misschien wil ze het iets te goed doen, waardoor ze het wat moeilijker maakt voor zichzelf. Maar dat is ook wel een sterk punt aan Willemijn, denk ik. Oké, en hoe kennen jullie elkaar? Waar is besloten om samen in de boot te gaan? Het is eigenlijk echt een heel grappig verhaal. Een bijzonder verhaal, inderdaad. Nou, 2 jaar geleden volgens mij waren we allebei in... Zeilden we met iemand anders. En toen waren we in Palma. En toen sliepen we bij elkaar op de kamer. En we zochten allebei iemand om mee te zeilen met het jeugd-WK. Vorig jaar in Noorwegen. Ja. En toen haar bemanning was geen jeugd meer en mijn stuur was geen jeugd. Dus toen zeiden we, nou laten we dan samen gewoon proberen. Zodoende zijn we eigenlijk bij elkaar gekomen. Ja, ja, wat vind je extra leuk aan Willemijn? Ik denk dat Willemijn en ik best wel veel plezier altijd hebben. En dat we ook gewoon best wel goed lol kunnen maken. En dat dat wel een sterk punt is van ons beiden. Dat we gewoon altijd veel plezier hebben. Oké, jullie zijn een team. Toch ga ik jullie eventjes apart vragen stellen, maar in de nabespreking ervan mag de ander daar ook iets van vinden. Het is heel makkelijk. Het is ja, nee. Het is of ja of nee. Je hoeft er niet over na te denken. Het is zo snel mogelijk antwoord geven. En daar dan, ik zie wel de lichaamstaal van degene ernaast als de een ja zegt en de ander nee denkt. Nou, dat gaan we gewoon doen. Willemijn, ik begin met jou. Ja. En ik noem er een stuk of 10, 12. En je mag overal op terugkomen in een paar minuutjes. En daarna gaan we naar Elise. Dan gaan we razendsnel, ja of nee. Willemijn, ik ga naar de Olympische Spelen van Parijs. Ja. Ik heb wel eens vals gespeeld met zeilen. Ja, denk het wel. Met zeilen kun je rijk worden. Nee. Een zeiler herken je direct, ook buiten de boot. Ja. Ik heb diverse rituelen voor de wedstrijd. Ja. De mooiste mannen en vrouwen vind je bij het zeilen. Wel gespierd. Oké, nou dan zet ik er toch een ja bij. In de top van de sport wordt in het algemeen te weinig gelachen. Ja. Minder dan 10% van mijn races die ik zeil is perfect. Ja. De avond voor de wedstrijd slaap ik slecht. Ja. Topzeilers trainen harder dan voetballers. Ja.
Meedoen is belangrijker dan winnen. Wat zei je? Meedoen is belangrijker dan winnen. Nee. Dus oké, toch naar de speler. Oké, heel goed. Ik heb wel eens moeten huilen om een slappe film. Ja. Ja, oké. Ik zie mijn boot meer dan mijn vriendinnen. Ja. Als je nadenkt op het water, ben je vaak te laat met beslissen. Ja. Oké, dit was het. Dus de eerste vraag, ik ga naar de Spelen in Parijs, zei je gelijk ja. En ik zag daar ook naast je iemand van ja. Dat gaan we doen, ja. Dat gaan we doen. Dit zit goed in je hoofd. Hier ben je niet, jullie zijn hier niet van af te halen. Ik heb wel eens vals gespeeld met zij, daar zei je ongetwijfeld. Op welke manier? Ik ben ook benieuwd naar. Nou, ik denk wel... Elise, hier mag jij natuurlijk aanvullen. Jij... Ja, ik ben wel benieuwd wat ze... Ja, ik denk wel met de regels heb je soms een beetje een grijs gebied. En zeker bij de vrouwenklasse, als je toch hard schreeuwt... en gewoon je mannetje staat en gewoon laat zien, oké, ik weet het... Ja. Dan kan je soms nog wel door het grijze gebied het zwart en wit maken. Okay. En zo draaien dat je net op de goede kant valt. Ja. Ja, ik kan niet een heel... Nee, ik vind dit wel heel erg lief, vals spelen. ik reken het niet eens tot vals spelen. Het zeilen herken je direct waaraan? Ja, ik denk... Je staat op een feestje en wat zie je? En dan zie je iemand denk je, oh, dat is een zeiler. Ja, ik weet niet, waardoor herken je een zeiler? Elise, help mee. Sowieso denk ik bruin, goede kleur, ja, want die zit gewoon veel op het water. Gespierd. Ja, gespierd denk ik. En... Ja. Oké, nou... Een bepaald type of zo. Ja. Ruim gespierd en een blik van buiten. Ja. Een waterige blik. Ja. Wordt er in de top van de sport te weinig gelachen? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat het soms wel heel serieus is. En het gaat natuurlijk zo om procentjes. En hier een procentje en hier een procentje. Ja. Dat je daar soms denk ik heel erg ingedoken kan zijn en... Ja, hoe lekker is het om gewoon op een bootje te varen en gewoon lekker te genieten van het buiten zijn en lekker hard gaan. Ja. Ik snap het. Wat zijn jouw rituelen? Je zei, ik heb wel rituelen. Hoe bereid je daarmee voor? Nou, ik denk sowieso wel wat onder de rituelen. We moeten sowieso de boot klaarmaken en de boot doormeten. En ik denk dat gaat in een vaste volgorde, Willemijn? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, en ik denk wat mijn grootste ritueel is, ik ben altijd heel bang, want wij hangen aan een trapezedraad. En ik ben altijd heel bang om daaruit te vallen. Dus altijd als we het water op gaan, de eerste keer dat ik ga hangen, dan ga ik even testen. En dan ga ik zo schudden en even soort van, net zoals je op een weegschaal springt, zeg maar, dat met mijn draad doen, dat ik even zeker weet, ik hang. Ja, dat denk ik. Minder dan 10% van je wedstrijden zijn perfect. Wanneer is een wedstrijd perfect? Ik denk dat we eigenlijk nog nooit een perfecte wedstrijd gevaren hebben. Nee? Ik denk dat niemand een perfecte wedstrijd vaart. Het gaat gewoon om de minste fouten maken. Wanneer naderde het de perfectie dat jullie een wedstrijd hadden dat je dacht, nou, wauw. Ik denk misschien wel op het jeugd-WK of in Kiel. Ja, ik denk wel bij de binnenwedstrijden op het jeugd-WK. Oké. Ik denk dat je altijd wel ergens denkt van, oeh, deze overstag of grijp had net iets vlakker gemogen of iets sneller gemogen. Dus ja, het is denk ik nooit echt perfect. Mm-hmm. Ik heb wel eens moeten huilen om een slappe film. Om welke film moest jij huilen? Ik denk dat ik heel vaak moet huilen bij films, moet ik eigenlijk eerlijk zeggen. Ik denk dat ik eigenlijk om heel veel films... Je bent eigenlijk wel een filmhuilenballer. Ja. Ja. Je wordt al snel ontroerd door... Ja. Heb je dat ook bij het kijken naar sportprestaties? Ja, ik denk dat ik het echt heel mooi vind dat gewoon de emotie die er loskomt. En ook denk ik dat ik er een beetje als sporter naar kijk. Dat ik denk, wow, je hebt er zoveel voor geleverd en zoveel voor gelaten. Wat mooi dat het eruit komt. Ja. En, dat je een beetje ook de achtergrond, dat je echt wel meeleeft, ja. Ja, ik moet heel vaak huilen om sportprestaties. Dus ik weet nu al, als jullie in Parijs zeilen en we hebben dit gesprek gehad, dan ik ga vast warm huilen, denk ik. Jij zegt, ik zie mijn boot meer dan mijn vriendinnen. Hoe vaak zie je je boot?
Nou, we zijn vaak 3 weken op trainingskamp en 1 weekje thuis. Oké. Okay. Of zo een 5 of 6 dagen achtereen en dan een rustdag. Dus ja, ik zie mijn boot 5 of 6 keer per week. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, Helden, dankjewel. We schakelen over, je mag meedenken. Elise, jij, het is geen ja of nee, maar het is gewoon kiezen tussen het een of het ander. Oké. Okay. Ja? Ja, daar gaat hij heel snel. Ik zet er een streep bij. Vis of vlees? Vlees. Dat komt er zo lekker uit. Zorgen of verzorgd worden? Verzorgd worden. Denken of doen? Doen. Boeken of series? Series. Water of land? Water. Vluchten of vechten? Vechten. Boos of verdrietig? Verdrietig. Zeuren of doorgaan? Doorgaan. Ja, ik zag een blik, dus nee, ik weet niet. Harde wind of zachte wind? Harde wind. Toegeven of ontkennen? Toegeven. Droom of werkelijkheid? Werkelijkheid. Oké. Zorgen of verzorgd worden? Vind je het fijn om verzorgd te worden? Nou ja, kijk, je bent zoveel weg en dan moet je zoveel voor jezelf zorgen. En dan is het gewoon, als je thuis komt, gewoon heel chill als er iemand gewoon je lekker verzorgt en je niet heel veel hoeft te doen. Ja, zorgen jullie goed voor elkaar? Ja, ik denk het wel, ja. Op welke manier? Nou, ik denk dat we altijd wel proberen dat je goed in je vel zit en dat de ander goed in zijn vel zit. En als het kan, dat je elkaar een beetje helpt van, of even zeggen, hey, we gaan even iets leuks doen, even niet zeilen, even gewoon, we gaan er even uit, even weg van de haven. En gewoon, ja, als je ziet dat iemand gewoon het even moeilijk heeft of gewoon even uit de sleur moet komen, ja. Ja. Oké, okay, mooi. Denken of doen? Zei je gelijk doen? Is het eerst doen en dan denken bij jou, Elis? Ja, ik denk dat ik best wel veel op gevoel doe. Ja. En dan, daar denk ik dat Willemijn best wel veel denkt. En ik doe meestal dingen op gevoel, dus dan is het toch eerder doen. En ja. Ja, terwijl Willemijn ook zei in de vorige, als je nadenkt op het water ben je vaak te laat. Ja. Dus het is ook heel veel intuïtief. Is zeilen een gevoelsport? Ja, ik denk ja. Ja, ja? Oké, okay, toegeven of ontkennen? Ja, zei toegeven. Nou, wat fijn dat je dat... Nou ja, soms is het natuurlijk wel makkelijk om te ontkennen en gewoon... Maar ik denk dat je met toegeven wel gewoon een stuk verder komt. Want je doet gewoon soms dingen niet... goed, en dat hebben we allemaal. En als je gewoon toegeeft en erover praat met mensen, dan ja, dat je daar het vers mee komt. Bij boos of verdrietig, zei je verdrietig. Kun je boos worden? Ik kan wel boos worden, ja. Ja? Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat eruit? Ja, gewoon, je gaat niet echt schreeuwen of zo, maar je laat wel even duidelijk zien van, ik ben het gewoon echt niet mee eens. En dat vind ik gewoon. En dit is niet hoe het gaat. Nee, dit is gewoon niet hoe het hoort te gaan. Gewoon duidelijkheid. Duidelijk van, ik ben er niet mee eens. Ja, en maar je vlucht nergens voor weg, Elise. Dan is het vechten, dat is het aanpakken. Nou, dat was wel een beetje een twijfel, denk ik. Want ik denk dat het soms best wel... makkelijk is om ervoor weg te lopen en even te denken van, oké, ik kom er wel weer een keer op terug. Ja. En ik denk, eerlijk gezegd, dat ik dat ook best vaak doe, dat ik eerst even ervoor vlucht. Maar uiteindelijk zal ik er wel alsnog voor gaan vechten en erop terugkomen. Mm-hmm. Daarom moest ik daar ook een beetje over nadenken. Nou, jullie klinken wel als een echt team, wat elkaar goed in de gaten houdt. Als we dan het droom of werkelijkheid, zei toch werkelijkheid. Terwijl voor veel sport is er ook een droom. Wat is de werkelijkheid en is er een droom? Ik denk dat er zeker een droom is. Maar ik denk, dromen kan je niet heel veel... Ja, dat is maar een droom, zeg maar. En met werkelijkheid dan... Nu zitten we gewoon in wat nu is. En
daar kan je echt iets aan doen. En met de droom, dat is toch iets minder tastbaar of zo. Ja. Wij zeggen wel eens, we stoppen er gewoon. We weten dat we naar Parijs willen. We weten dat we de beste willen worden. Daar zetten we gewoon een pin in. Dat is er. Maar we gaan nu de dingen doen die we nu moeten doen. En we werken ervoor. En we weten dat de pin daarin staat. En ja. Nou, het lijkt me ook de enige juiste aanpak. Want anders gebeurt er niks. Laat het dromen nou maar aan mij over. Want ik ga dat niet meer doen. En om nou een bruggetje naar jullie werkelijke aanpak, dan gaan we het echt over zeilen hebben. Ik zei bij harde wind of zachte wind. Elie zei harde wind. Ja, maar dan had je... Zijn jullie als team beter dan? Nou, ik denk dat we met harde wind en vlak water best wel goed zijn. Ik denk alleen met harde wind en golven dat we nog wel een stap moeten maken. Ja. Maar ik denk dat we met harde wind en met zachte wind goed kunnen zeilen als we maar gewoon ons ding doen en goed in ons vel zitten. Ik denk alleen vooral met golven dat we nog een stap moeten zetten. Nou, laten we dat. Ik wil eerst even jullie verhaal horen. Nu, ik weet iets nu van jullie, maar daar haal ik natuurlijk ook straks verder. Ik heb hier nog een hele lijst vragen die van tevoren al is ingeleverd door de mensen die hier aan meedoen. En daar komen jullie ook vast wel aan toe. Ik geef jullie nu het woord om jullie op een andere manier te presenteren. Namelijk wat er allemaal gebeurt. Hoe bereiden jullie je voor? Wat gebeurt er in de wedstrijd? Hoe verloopt dat? Wat betekent de boot voor jullie? Ik geef het woord en ik kom straks weer terug. Of misschien ga ik tussendoor wel een aantal vragen stellen. Dat mag zeker. Ja. Ja. Oké. Zet jij even de presentatie? Ja. Bam. Daar staan ze. Ik denk gewoon naar de... Even naar gewoon waar we beginnen. Hé, daar ben ik. Ja. De voorbereiding. De voorbereiding. Ja. Jij begint. Ja, we willen jullie nu graag laten zien hoe wij ons voorbereiden op wedstrijden. En we zullen proberen jullie allemaal iets nieuws bij te brengen. Jullie kunnen je... Als jullie vragen hebben, het onder in de Q&A zetten. Bart van Roesel houdt de vraag in de gaten. En zal ze tussendoor stellen of ze komen aan het eind nog aan bod. En ja, we zullen proberen jullie vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. We beginnen nu met hoe wij het zelf deden. Ja, dat was heel grappig toen we deze webinar gingen voorbereiden. Toen vroeg mijn vader van, ja, maar hoe deed jij dat dan in de Optimist? En toen dacht ik, hoe deed ik dat in de Optimist? Ik weet dat helemaal niet hoe ik dat in de Optimist deed eigenlijk. Ik had eigenlijk geen idee. En ik vroeg dat ook aan Elise. Van, ja, hoe deed jij het in de Optimist? Zei ze, ja, gewoon op gevoel. Gewoon op gevoel. Dat is natuurlijk niet waar je echt iets uit kan leggen. Ja, ik deed gewoon op gevoel. En ja, ik denk dat wat wel waar ik nu terugkijk, dat het heel fijn was dat mijn ouders hielpen altijd. En alleen als ik hulp vroeg. En de coaches stonden wel altijd echt voor me klaar. Maar wel als ik het gewoon vroeg. En ja, op het water. Tuurlijk weet je als je een bos ziet. Dat je denkt, nou, daaronder zit wat minder wind. Daar blijf ik vandaan. Maar ik wist zelf gewoon niet echt waar ik nou echt naar keek. Of ja. Dus dat was eigenlijk super grappig waar we achter kwamen. Dat we eigenlijk zeiden, ja, we doen dit eigenlijk op gevoel. En eigenlijk, als we nu kijken waar we nu staan, zeggen we ook heel vaak, oké, we moeten even terug naar ons gevoel. Wat denken we, wat voelen we? Ja, dat we eigenlijk teruggaan eigenlijk hoe we het in de Optimist deden. Gewoon doen. En niet veel nadenken. En niet veel nadenken. Ja. Dus dat was heel grappig. En ja. Dat eigenlijk. En we gaan jullie een beetje meenemen in wat ons voorbereiding nu is. En we hopen wat tips te geven en wat houvast te geven. Dat je het niet alleen, ja, je moet het op gevoel doen, hebt. Maar dat je een beetje houvast hebt om ja, het iets toch een beetje op denken en op logica te doen. Ja. Ja. Nou, nu beginnen we eerst met het weerbericht van Windfinder. Zelf kijken we die vaak een dag van tevoren of de ochtend zelf. Dan weten we natuurlijk ongeveer waar het gaat waaien. Als we dan bij de haven aankomen, dan kijken we even naar het water. Klopt het weerbericht eigenlijk wel? Want super vaak
staat er eigenlijk helemaal niet wat er op het weerbericht zelf stond. Vaak kan je het niet super precies zien, maar dat hoeft eigenlijk ook niet. Want als je natuurlijk veel wind door je haren voelt en golven ziet, dan weet je dat het hard waait. En als het water meer als een spiegel uitziet, dan weet je dat er bijna geen wind is. Ook kan je kijken of het weerbericht klopt door te kijken uit de hoek waar de wind vandaan komt. En wat er op de voorspelling stond natuurlijk. Dit kun je natuurlijk gewoon met je telefoon of via je kompas eventjes bekijken. Maar misschien wel het allerbelangrijkste aan het weerbericht is om te kijken of het gaat regenen of dat de hele dag de zon gaat schijnen. Want als het gaat regenen, dan kan het natuurlijk het weersysteem super erg veranderen in druk, maar ook in draaiing van de wind. Verder gaan we hier niet superveel op in verband met de tijd. Maar je kan altijd ons nog een bericht sturen als je er nog vragen over hebt. Wat doen we met, wat doen wij eigenlijk met de hoeveelheid wind? Als standaardregel houden we aan dat hoe harder het waait, hoe vlakker je de zeilen eigenlijk wilt hebben. Dit is omdat als het hard waait, de wind super snel gaat. Je wilt dan zoveel mogelijk weer uit je zeil hebben. En dit gebeurt met vlakkere zeilen. Als er weinig wind staat, zit je natuurlijk vaak in de boot en gebeurt er weinig. Dan wil je zorgen dat er zoveel mogelijk druk in de zeilen komt. Dit gebeurt als de wind zo lang mogelijk in je zeilen blijft hangen. En dan is dus een bolzeil het best. Maar er zit natuurlijk wel een maximum aan hoe bol je zeil wilt hebben. Omdat de druk ook moet kunnen blijven stromen. Beetje ingewikkeld. Beetje ingewikkeld, maar hoe meer wind, hoe vlakkere zeilen. En hoe minder wind, hoe bollere zeilen. Ja, en dat komt straks ook even terug nog. Dus daarom eigenlijk dat we het even zeggen. Ja. Mag ik heel even tussendoor? Ja. Hoe kom je tot de keuze van de klasse waar je in wil varen? Ik denk, als jeugd heb je niet superveel keuzes, dan kan je in de optimist. Oké. Maar dan is denk ik de keuze daarna, als je iets ouder wordt, van wil ik eenmansboot of wil ik tweemansboot? En dan kun je of naar richting de laser als je eenmans wilt. En als je tweemans wilt, kun je RSVVA of 29er. En als je 29er gaat, is het een logische keuze om na de 29er naar de FX te gaan. Ja, het is ook wel een beetje afhankelijk van stuur. Ja, en een beetje welke bootjes op de vereniging varen. Dus bijvoorbeeld bij mijn vereniging voeren er best wel veel RSV-va's. Dus ik kwam daar gewoon mee in aanraking. Ja. En toen dacht ik, oh leuk, dat wil ik ook samen met mijn broer. Nou, daar gaan we in. En dus het is ook een beetje waar je in aanraking komt. En daarna denk ik, als je iets ouder wordt en als je dan een beetje de droom krijgt van Olympisch zeilen, dan ga je een beetje kijken, oké, ik wil dus daar een beetje eindigen. Wat zijn een beetje de tussenstappen? Oké. Ja. Nou, wat moet je met al dat weerbericht en zo? Eigenlijk belangrijkst om te kijken waar de wind vandaan komt. En dan maakt het niet zoveel uit of het van noorden of het zuiden komt. Maar vooral, wat zie je als je je neus tegen de wind in hebt? Zie je dan zee of zie je dan land? En dat is eigenlijk het belangrijkst. En wij gaan het over die twee verschillende hebben. Eigenlijk de wind over het land en de wind over zee. Want dat komt het meeste voor. De wind over land. Stel je zit op de fiets. Dan voel je soms als het hard waait. De wind van links, de wind van rechts, recht van voor. En hij cirkelt en hij slalomt echt door alle gebouwen heen. En er wordt soms tegengehouden. En dan komt hij weer van links, komt hij weer van rechts. En dat heb je eigenlijk ook op het water. We zitten dan natuurlijk niet midden in de stad, dus het is iets minder extreem. Maar hij is nog steeds aan het zoeken van de originele windrichting. Dus hij is nog steeds een beetje aan het slalomen en nog steeds een beetje van links, een beetje van rechts, wat harder en wat zachter aan het gaan. En daarom is het eigenlijk heel belangrijk als je, stel, je weet dus, oké, als ik nu met mijn neus tegen de wind insta, dan zie ik allemaal gebouwen. Nou, dan weet je eigenlijk, oké, hij is super onstabiel, de wind. Want hij moet dus door al die gebouwen heen. En hij is al de hele tijd aan het cirkelen. Dus dat noemen we eigenlijk onstabiele druk. En hij is eigenlijk onstabiel in druk en in richting. Dat is eigenlijk het belangrijkste om te weten.
En omdat hij zo onstabiel is, kan je niet echt zeggen, oké, we moeten linksaf, we moeten rechtsaf. Maar moet je hem eigenlijk ook met hoe random, hoe onstabiel die is, ook varen. Dus je kan eigenlijk, je mag heel veel doen op de baan. En het gaat er heel erg dan om zo min mogelijk afstand te zeilen. Dat je maar naar de bovenboei blijft, eigenlijk zoveel mogelijk naar de bovenboei blijft varen. En vaak wat ik dan als hulpmiddel gebruik, is dat ik, soms dan heb je als je de bovenboei, die zit nou, normaal een beetje in 45 graden, of in 90 graden. En dan kijk ik over mijn schouder, maar soms dan denk je, nou, ik kan beter andersom kijken naar de bovenboei. En dan weet je, oké, ik ben nu eigenlijk echt weg van de boei aan het varen. En als je dan overstag gaat, dan merk je, oeh, kan nu eigenlijk de bovenboei direct in één oogopslag zien. En heeft een veel kleinere hoek. En weet je, oké, ik ben zo recht mogelijk naar de boei aan het zeilen. Dus eigenlijk wil je altijd kijken naar wat de hoge slag is? Ja, de hoge slag. Dat is de kortste weg naar de boei. Ja. Elise en Willemijn, je moet heel snel beslissingen nemen in de koers die je kiest. Ja. Wie neemt uiteindelijk de beslissing en hoe overleggen jullie dat? Of hoe is het contact? Is dat non-verbaal of hoe gaat dat? Of is het schreeuwend? Ik denk dat het sowieso niet echt non-verbaal is, omdat ik sta natuurlijk met mijn hoofd naar voren. Dus ik zie Willemijn eigenlijk de hele wedstrijd niet. Maar ik denk dat ik vooral gefocust ben, zeker met onstabiele wind, op het kompas en wat de nummers zijn. Ja. Dan zeg ik van oké, we zitten nu in een hoge slag of nu in een lage slag. En dan is het aan Willemijn om de uiteindelijke beslissing te maken van oké, we zitten nu in een lage slag, dan willen we nu tacken, want we willen in de hoge slag naar de boei. Ja, ik denk dat ik uiteindelijk wel echt de beslissing maak. En zeker als de wind over land komt, dan heb je soms echt, moet je in een split second, zeg maar, beslissen. En dan zeg ik soms, oké, overslag. En dan stuur ik hem eigenlijk al in. En dan denk ik, oké, Elise, die rent hem wel bij. Die komt wel aan de overkant. En het is wel een beetje, daar komen we zo op, als de wind over zee komt, dan is het iets stabieler. En heb je iets meer tijd om te overleggen en te praten. Maar als de wind over land komt, dan kan ik soms echt al een overstag insturen en dan denkt Elise, oké, ik voel dat de boot gaat, ik ga naar binnen, ik ga rennen. Dat denk ik eigenlijk het grootste, ja. Ja, er komt tussendoor een uitzonderingsvraag. Dat is nou weer zo'n tussenvraag. Als je de wind vanaf een eiland ziet komen, is dat dan zeewind of landwind? Dat ligt daar een beetje aan hoe groot het eiland is eigenlijk. Ja. En waar ze de bovenboei neer hebben gelegd. Want als ze het links of rechts hebben neergelegd, dat maakt heel veel uit. En dan heb je het meer over landeffect. Maar dat maakt het nu een beetje te ingewikkeld als we daar heel diep op ingaan. Ja. Dit antwoord vind ik al prachtig. Ga door. Maar wat nou eigenlijk als de wind van de zee of over het water komt? Van de zee over het water komt. Zoals Willemijn net vertelde, werd de wind van land tegengehouden door gebouwen. Maar als de wind over zee komt, zou hij nergens door worden tegengehouden. De wind heeft een lange, vrije ruimte om overheen te stromen. De wind kan dus alles doen wat hij eigenlijk wil. Het hoeft niet om dingen heen. Wat je dan dus eigenlijk zou verwachten, is dat de wind stabiel is in druk. Omdat hij nergens door wordt tegengehouden. Maar ook dat de wind stabiel is in richting. De wind hoeft niet om gebouwen heen, dus de wind zal niet veel uitwijken van de richting waarvan die kwam. Maar wat moet je nou eigenlijk doen als er zo'n stabiele wind is in een wedstrijd? Wij hebben altijd als basisregel dat alle focus op de snelheid van de boot moet zijn. Dus we zullen allebei iets meer in de boot zijn. Willemijn zal af en toe om zich heen kijken. Maar de focus is op een snelle boot en weinig manoeuvres. Wat zeg maar net als hij van de stad komt of van het land komt, dan hebben we heel erg de focus op zo min mogelijk afstand zeilen. En nu dus heel erg op de snelheid. Ja. Dus met onstabiele wind zouden we meer manoeuvres kunnen maken. Maar met stabiele wind wil je gewoon hard zeilen en manoeuvres op snelheid. Dus. Nou, wat doen we nou met al deze informatie? Wij maken voor elke wedstrijddag een type dag, een type of day. En daar kijken we eigenlijk naar 5 dingen. Dus we gaan
het water op, vaak een half uurtje of drie kwartier van tevoren. En dan kijken we, oké, waar komt de wind vandaan? Als we de neus in de wind doen, wat zien we? Komt die over land of komt die over zee? En dan gaan we proberen deze 5 vragen te beantwoorden. En we hebben natuurlijk iets ervaren, dus we weten het een beetje. Maar eigenlijk de eerste vraag waar we beginnen, oké, waar komt de wind vandaan? Wat is het allerbelangrijkst vandaag? En dat ligt een beetje aan welke type dag je hebt. Of je die zeewinddag hebt of die landwinddag. En wat we net zeiden, oké, bij een zeewinddag vinden we snelheid het allerbelangrijkst. En bij een landwinddag vinden we afstand, zo min mogelijk afstand zeilen het belangrijkst. Dus dat is eigenlijk vaak de antwoord op de eerste vraag. Of snelheid of afstand. Dan gaan we naar de tweede vraag. Wat is het belangrijkst aan de wind? Waar moet je naar kijken of zoeken? Dat ligt heel erg aan wat je hebt, wat het antwoord was op die eerste vraag. Dus stel het is de wind komt over de stad heen. Dan is het heel erg, oké, dan gaan we heel erg om ons heen kijken. Dan is het belangrijk dat we zo min mogelijk afstand zeilen. Dus dat we elk vlaagje, elke winddraaiing, dat we dat allemaal zien. En dat we daar iets mee doen. En als het een heel erg snelheidsdag is, dus over zee, dan is het allerbelangrijkste de snelste op de baan zijn. En gewoon zo hard mogelijk varen. En hopen dat je in trainingen snel bent en dat kan ook in wedstrijden hebt, waardoor je gewoon eigenlijk door kan. Ja. Ook kijken we een beetje bij die vraag, stel de wind komt over de stad heen, wat voor gebouwen zijn er? Zijn er hoge gebouwen? Is het allemaal laagbouw? Of zit er één supergroot gebouw? Kan die daar misschien omheen draaien, de wind? Dat we een beetje een inschatting proberen te maken van, oké, daar gaat misschien iets meer wind komen, of dat moeten we in de gaten houden. En dat we een beetje een voorspelling kunnen maken, omdat het al zo'n random dag is en er zoveel kan gebeuren, dat we wat key points nemen. Oké, daar staat een groot gebouw. Daar kan het misschien doorheen tunnelen. Daar moeten we een oogje in het zeil houden. Ja. Nou, dan gaan we eigenlijk naar de derde vraag. Wat is het belangrijkste van de, bij de start? Ja. Hoe kom je het beste uit? Ja, hoe kom je het beste uit? Nou, als je zeilt dan is en je wil zo snel mogelijk zeilen, is het echt belangrijk om ruimte om je heen te hebben. Dat je gewoon je eigen ding kan doen, supersnel kan varen, dat je kan kiezen wat voor lijn je vaart, of je een beetje wat hoog gaat of wat lager gaat. En dat je zo min mogelijk boten om je heen hebt die je vuile wind kunnen geven of die super hoog aan het varen zijn, waardoor jij ook super hoog aan het varen zijn. Dus eigenlijk kijken we als we zeggen, oké, snelheid is echt het allerbelangrijkste vandaag, zorgen we eigenlijk dat we de ruimte om ons heen hebben bij de start, dat we gewoon ons eigen ding kunnen doen en dat wij ons volledig kunnen focussen op die snelheid. Als het gaat om afstand, dus als hij over de stad komt, dan kiezen wij super laat ons startmoment. Want de wind is zo van links naar rechts en in hardheid aan het veranderen, dat je er geen voorspelling op te maken is. En we komen dan gewoon wat later aan bij de startlijn. We zorgen wel altijd dat we een beetje dichtbij zijn. Maar kiezen eigenlijk op een van de laatste momenten, dus bij een minuut of zo, pakken we pas een startplek en kiezen we, oké, we gaan nu aan de linker of de rechterkant van de startlijn starten. En dan kijken we wel een beetje, oké, zouden we nu, omdat de wind zo erg draait, zouden we nu ook nog een keer overstag kunnen na de start? Kunnen we, als de wind opeens draait, wel nog de goede slag naar de boei varen? Dus dan maakt het niet zo heel veel uit of we bij een groepje zitten, als we maar ook weer weg kunnen uit het groepje. Elisa, in dit soort voorbereiding, werken jullie ook samen met andere teams hierin? Of wordt dat alleen met jullie en de trainer besloten? Nee, vaak doen we wel voor de wedstrijd. Als we dus op tijd op het water zijn, doen we met gewoon 2 of 3 bootjes, doen we sowieso wat speed. Dus kijken we hoe we de boten sneller kunnen maken.
Maar we kijken ook altijd even met z'n allen welke kant van de lijn hoger ligt. Oké. En welke kant van de baan we interessanter vinden. Dus de ene die gaat de ene kant op en de andere kant. Ja. En dan bespreken we even met z'n allen van wat heb jij daar gezien, wat heb jij daar gezien. En dan weten we ook gelijk hoe de andere kant van de baan eruit ziet. Even nog een puur menselijk vraagje tussendoor. Zijn jullie gespannen voor een wedstrijd en hoe los je dat op dan? Ik denk het wel. Ik denk altijd wel gespannen. Ja. En wat ik een hele mooie uitspraak vind van Annemiek Best, van als je zenuwen hebt, dan weet je dat je leeft. En als je spanning hebt, dan weet je ik leef. En dat vind ik een hele leuke uitspraak. Maar ja, wat doen we ermee? Ja, je kan er niet heel veel aan doen, gewoon het accepteren en je zo goed mogelijk je eigen ding blijven doen en bij jezelf blijven. En ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je super goed voor jezelf duidelijk hebt wat je wilt, wat je plan is. En als je een plan hebt, dan heb je een soort van een houvast. Ja. En dan weet je hoe je het wil aanpakken. En je kan altijd je plan veranderen, maar het zorgt wel voor houvast. En dan weet je hoe je het in ieder geval begint te aanpakken. Oké. Ga door. Heerlijk. Maar ik denk nog één dingetje bij de start. Het is natuurlijk ook superbelangrijk welke kant van de lijn hoger ligt. Ja, dus stel het gaat alleen bij om snelheid. Dan wil je natuurlijk elke meter is gewonnen. En je ziet nog wel eens dat startschip of pinhand, dat die een beetje scheef ligt. En dan wil je natuurlijk bij de hoogste starten. Gratis meters. Ja, gratis meters noemen wij dat. Gratis meters, heerlijk. Ja. Ja, maar dat weten de andere boten ook, dus ja. Ja. Ja, dus soms kan het heel druk worden. En dan zeggen we, oké, we willen liever, we laten die 2 of 3 gratis meters laten voor wat het is. Want het wordt daar zo druk dat we niet supersnel kunnen varen. Oké. Dat we meer winst uit het snelle varen krijgen. Ja. Wat altijd superbelangrijk is dus om te onthouden, is denk ik dat groepjeszijde super langzaam is. Ook bij de bovenboei proberen we altijd te voorkomen dat we in een groepje aankomen. Soms kom je over stuurboord aan. En dan is het moeilijk om je plek te vinden. Maar het is belangrijk dat je goed onthoudt dat als je bij groepjes in de buurt komt, je altijd onbewust langzamer aan het zeilen bent dan dat je als je in je eentje aan het zeilen bent. Ja. En dat geldt ook voor de start. Komt een vraagje tussendoor. Kun je in jullie type boot ook een hazenstart doen? Ja, dat doen we heel zeker. Vaak. Ja. Oh, heel vaak zelfs. Ja, dat kan. We doen heel vaak bij een, als we een line-up doen, dus met z'n allen aan de wind gaan om te kijken wie het hardst gaat. Ja. Altijd dat eentje begint, die gaat dan voorlangs en dan de andere boten gaan. Oké. Ja. Nou, wat is belangrijk bij voor de wind? Dat is heel vaak hetzelfde antwoord als wat er belangrijk is bij aan de wind. En het ligt er een beetje aan welke boot je vaart, of je met een genhaker vaart of niet, of een spinhaker. Want stel je vaart in een optimist dan, of een laser, dan kan je eigenlijk een beetje, het enige wat je kan is een beetje zo recht mogelijk naar de boot toe gaan. Maakt niet uit welke omstandigheden er echt zijn. Maar met een genhaker wat wij dan hebben, kunnen we ons veel meer verplaatsen over de baan. Mm-hmm. Dus dan kunnen we ook naar de linkerkant of kunnen we ook naar de rechterkant. En eigenlijk is hetzelfde antwoord. En we zouden, soms zeggen we nog wel eens, oké, we kijken ietsje meer naar druk. De druk van de wind in plaats van de richting van de wind. Ja. Wat willen we met de boot qua trim? Er zijn heel veel verschillende boten volgens mij die op deze webinar zijn. Dus het is een beetje moeilijk om één regel te zeggen, oké, dit willen we met de boot. We zeiden net al iets van, als super weinig waait, dan maken we de zeilen wat boller. En als het wat harder waait, maken we ze vlak. En ik denk dat we ook heel belangrijk is, wat we willen met de boot qua trim, is of we de tijd hebben om gefocust te zijn op de snelheid of op de boot. Dus bijvoorbeeld als de wind van de stad afkomt, dan is hij echt super random en komt van alle kanten. Dan heb ik echt Elise nodig om met mij mee te kijken waar alle vlaagjes en alle verschillen vandaan komen. En dan heeft Elise dus ook gewoon niet heel veel tijd om zich te concentreren op de boot. Maar als de wind van zee komt, dan is hij veel stabieler en kan ik ook 60% van de tijd met mijn hoofd in de boot zijn en hoef ik niet zoveel om me heen te kijken
om... Het voelt nu nog heel veel als dat het heel veel denkwerk. Hoe zwaar is het? Fysiek? Nou, ik denk voor mij niet super zwaar. Ja. Maar ja, ik begreep van Dorian van Rijsselbergen, die ik wel eens lang geïnterviewd heb, die zegt, ja, ik heb gewoon mijn hoogste hartslag, mijn maximale hartslag een uur lang. Het is meer dan een marathon lopen. Ja, ik denk vooral bij ons dat er een paar momenten in de wedstrijd zijn waar het voor mij best wel zwaar is. Sowieso bij de bovenboei, als de Jenhaker erop moet, want dat willen we natuurlijk zo snel mogelijk. Dus dat is het moment waar het wel even moet gebeuren. En dat geldt ook voor de onderboei, waar alle boten dicht bij elkaar komen. Daar moet de Jenhaker weer af en is het meestal vrij veel chaos. En je wil natuurlijk zo snel mogelijk om die boei heen. Dus dan moet de Jenhaker er zo snel mogelijk af. En als Willemijn bedenkt van, we gaan ook nog even gijpen bij de onderboei. Dan wordt het helemaal... Ja, dus dan is Elise echt van heen en weer aan het rennen. Ja. En die moet dan nog die Jenhaker afhalen. En dat is wel een beetje zielig. Dan zeg ik ook wel altijd na de boei, oké. Okay, zielig, het is een keuze. Dank je. Om even adem te halen. Want dan weet ik wel echt dat jouw hartslag heel hoog zit. En dat je even moet kunnen ademen. Ja. Hey, maar in het begin zei Willemijn, zeilers trainen harder dan voetballers. Dat geloof ik graag. En het is ook een enorme prestatie. Hoe train je dit? Hoe blijf je fysiek zo sterk? Ik denk dat we ongeveer de helft van de tijd ook in de sportschool bezig zijn en op de fiets. Dus de fiets doen we heel veel lange conditie. Okay. En in de sportschool doen we heel veel kracht. En we hebben gewoon, het is best wel zwaar om je elke keer zo naar binnen te trekken en weer naar de andere kant te komen. Daar hebben we gewoon wel kracht voor nodig. En zeker ook omdat zeilen een 5 of 6-daags evenement is, heb je ook echt best wel wat uithoudingsvermogen nodig. Ja. Dus we hebben aan de ene kant heel erg die interval en die snelle krachtpulsen nodig. Maar we moeten dat ook 5 of 6 dagen volhouden. Ja. We moeten op de laatste dag net zoveel energie hebben als we op de eerste dag hebben. Dus ja, daarom geven we ook wel fysiek wel echt veel aandacht. Ja. Nou, heel goed. Ja, ik kom er steeds tussendoor en we hebben nog ongeveer 12 minuten. En jullie hebben nog zoveel verhalen, dus ik ga door. En anders moeten we nog een extra keer. Ja, het is niet anders. Ja, nou, dit was eigenlijk wel het belangrijkste wat wij eigenlijk als wedstrijdsvoorbereiding doen eigenlijk. Ja. Ja, ik denk dat als je uiteindelijk al deze vragen blijft beantwoorden, die Willemijn net heeft gesproken, je zal dan niet elke race winnen, maar dat hoeft uiteindelijk natuurlijk ook niet. Het leuke aan zeilen is natuurlijk dat het altijd een meerdaags evenement is. Het gaat erom dat je stabiel voorin vaart. Dan pak je weinig punten en eindig je goed in het klassement. Je voorspelling gaat niet altijd goed zijn, maar hoe sneller je erachter komt dat het niet goed is, hoe eerder je fouten kan herstellen en hoe meer bootjes je één voor één weer kunt inhalen. Ja. Ja, dus tijdens de race proberen we de hele tijd ook die vragen, oké, waar is de winst vandaan gekomen, ook te blijven beantwoorden. Dat we zo snel mogelijk, als we een fout hebben gemaakt, de fout ook nog kunnen herstellen. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Klopt mijn plan niet. En als het niet klopt, is ook goed. Maar dan moet je wel op zoek naar de antwoorden. Ja. Er komt hier tussendoor voor mij een hele specialistische vraag, maar dat is dan merk ik dat ik er gewoon te weinig vanaf weet. Omdat ik gewoon altijd meevaar met anderen die het leuk vinden. Daar komt hij. Als de boot in plane is gekomen en de bootsnelheid neemt toe, zetten jullie de schoten dan ook steeds meer door? Ja, ik denk het wel. Omdat, wat is de... Sorry voor mij. Wat is de schoten doorzetten? Nou, ik denk... omdat je... Stel, je gaat super langzaam. Stel, je rijdt in de bebouwde zone met de auto. Ja. Dan ga je 30 km per uur. Nou, als je je raam open doet, dan voel je bijna niks. Maar stel je gaat steeds harder rijden en je gaat 100 rijden, komt de wind bijna van recht van voor. Ja. Maakt niet uit waar de wind eigenlijk vandaan komt. Nou, dat hebben wij eigenlijk ook. Bij een start liggen we vrijwel stil en zijn de zeilen eigenlijk best wel los. En hoe harder we gaan, we komen snel op gang, maar
het duurt toch nog een paar seconden, doen we de zeilen steeds strakker. En hoe harder we gaan, hoe strakker we de zeilen hebben. Ja. Dus je trekt de zeilen, steeds meer van voor komt. Stel de wind komt eerst van de zijkant en je gaat dus steeds harder. Dan komt die wind steeds meer van voor. Dus dan komt de schijnbare wind ook steeds meer van voor. Dus dan wil je je zeilen daar ook op aanpassen. Dat je zeilen nog steeds de goede hoek ten opzichte van de wind hebben. Ik begrijp het. Fijn. Ik kan het niet, maar ik begrijp het. Nee, dat is altijd belangrijk. Ja. Dit, heb jij nog vragen, Peter? Nee, ik heb zeker vragen. Daarom, dat vind ik zo. Eerst nog eventjes, dat is om jullie weer samen te brengen. Hoe maak je elkaar beter? Want je wil het beste in elkaar bovenhalen. En hoe doe je dat? Ik denk om heel erg eerlijk tegen elkaar te zijn. Dat heel belangrijk is. En ik denk ook gewoon altijd je gevoel uitspreken. Wat soms wel zo moeilijk kan zijn. Maar ik denk dat je daarmee elkaar leert kennen. En dan begrijp je ook elkaar. Dus kan je elkaar ook beter helpen. Is denk ik wel... Blijf communiceren, denk ik. Ja. Ja. Hey, dat is meer een romantische vraag, vind ik. Maar dat vond ik wel een leuke vraag. Dat was, wat is de mooiste plek waar jullie hebben gezeild? Dat vind ik dan alweer zo mooi. Dan gaat het eventjes niet om puur de wedstrijd of het winnen. Of maar gewoon dat je denkt, oh, ik mag hier zijn. Ik word heel erg blij van Lanzarote. Daar gaan we ook van de week weer heen. Voor een trainingskamp. En daar zit gewoon de hele tijd lekker weer. Zonnetje, daar word ik gewoon vrolijk van. En waait het elke dag. Omdat het warm is, komt er ook wind op gang. En dat vind ik heerlijk. Je kan gewoon, je stap je bed uit en er staat wind. De zon schijnt. Nou, daar word ik gewoon helemaal vrolijk van. Ja. Nee, jij ook? Nou, Lanzarote is wel een hele mooie plek. Maar... Zeg even aan Willemijn uit waar het nog mooier is. Want die weet dat niet. Nou, in Nieuw-Zeeland, bij Auckland in de buurt, daar is het ook best wel mooi. Zo gewoon mooi bij het strand. En ja, het heeft gewoon iets magisch of zo, Nieuw-Zeeland, vind ik altijd. En gewoon het gevoel of zo. Ja, ik weet niet. Het is gewoon het gevoel, denk ik, ja. Ja, jullie hebben echt wel een jaloersmakende topsport dat je deze plekken kunt noemen. En dat, dan is daar gewoon je wedstrijd ook. Ja. Och, dat is echt... even over jullie team. Want jullie zijn natuurlijk een team. En er zijn begeleiders. Welke rol speelt wie daarin? Welke rol speelt de bond erin? Speelt NOC-NSF? Trainers? Zijn er mentale begeleiders? Zijn er aparte krachttrainers? Noem eens. Waar bestaat het team uit? Ja, we hebben echt een heel groot team om ons heen. En het watersport... zelf ook echt super groot en we hebben heel veel topsporters bij ons. Ja. Heel veel verschillende klassen en dat hoort eigenlijk bij elkaar allemaal. En we hebben eigenlijk een aparte fysieke trainer. We hebben nu twee mentale trainer. We hebben twee coaches voor op het water. Diëtist. Diëtist. Fysio. Fysio's hebben we. De diëtist. Ik ga even door op de diëtist. Dus je let speciaal op je voeding. Het is topsportvoeding. Wat is dat voor voeding? Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we genoeg eiwitten binnenkrijgen. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, en gewoon gezond blijven. Ja, het klinkt een beetje stom, maar gewoon gevarieerd gezond. Veel groente, veel fruit. En genoeg koolhydraten, dat de energie die we verbranden we ook aan kunnen vullen. En ja, en dan letten we iets meer op de eiwitten, omdat we heel veel spieropbouw willen. En ja, daar eigenlijk dat heel belangrijk voor ons is. En zorg voor een beter herstel voor de volgende dag. Want dan willen we natuurlijk ook weer... Ja. Hey, wat, dat is ook een vraag. Wat moet een trainer nooit tegen jullie zeggen? Dat hij niet meer in ons gelooft. Ja. Heel goed antwoord. Nee, dat lijkt me ook niet een waardevolle persoon.
Ik vind Amber, en die, dat had ik al eerder gelezen, en jullie hebben een klein beetje antwoord, maar ik wil haar toch nog een specifieke. Zij zegt, en dat zegt ook iets over Amber, en dat snap ik ook wel, hoe ga ik om met de zenuwen van een wedstrijd? En hoe kan ik ervoor zorgen dat de zenuwen voor en tijdens de wedstrijd me niet tegenwerken, maar juist me gaan helpen? Ja, ik denk dat ik het meeste last heb van dat zenuwen. Elise wordt altijd iets stiller en gaat iets minder zeggen, maar ik word echt best wel zenuwachtig en kan niet meer zo heel goed eten vooral. En ik probeer eigenlijk dat ik denk, oké, het is gewoon zo. Ik eet misschien niet superveel meer voor een wedstrijd. Nou ja, het is zo. En ik probeer gewoon heel erg rustig te blijven. En dat ik het uitspreek naar Elise van, oké, sorry, maar ik ben echt best wel zenuwachtig. En dan weet Elise eigenlijk, wat mij gewoon heel erg helpt, is dat Elise dan me gewoon een beetje doorheen helpt. En een beetje, omdat ik dan heel vaak ga twijfelen aan beslissingen. Je kan nooit, ik ben nooit 100% zeker van een beslissing. Nee. Maar vaak als ik op 80 of 90% zit en ik ben niet zenuwachtig, dan denk ik, oké, ik geloof in die andere 20%, ik ga het gewoon doen. Maar als ik zenuwachtig ben, dan zit ik op 60 of 70% en dan heb ik gewoon iemand nodig die even zegt, oké, ja, ik geloof het ook, we gaan het doen. Ja, dus dat is fijn in een team. Dus dat ja. is wat Elise Cabide, die zei, ik hou me vast aan mijn plan. Ja, plan, die zegt wat ik kan doen. Maar soms denk ik ook dat het gewoon, soms weet je het natuurlijk ook niet en dan moet je het gewoon doen. En ik denk, als je het gewoon doet, dan soms als Willemijn iets vraagt, dan zeg ik ook gewoon, ja, is goed, doe maar gewoon. Omdat dan geef ik haar het vertrouwen van, oké, het is goed, het kan. En dan, meestal kom je er dan ook nog best wel goed uit. Ja. Ja, nou, dan heel erg houvast te geven van wat je moet doen met zenuwen. Want ik denk dat voor iedereen iets anders werkt. En ja, je moet zelf een beetje de draaiknopjes vinden wat werkt. Als het, waar ik heel veel stress van krijg bijvoorbeeld, is te laat op het water zijn. Dus als dat snap ik. Ja. Dat je het water op mag. En ik wil dan wel echt als een van de eerste het water op. En als we zijn, dan ben ik al helemaal Dus dat weet ik. En dat weet Elise. Oké, Willemijn moet gewoon als een van de eerste zijn. We gaan dan beter 10 minuutjes eerder bij de boot. Dat we dat wel hebben. Dus dan ga je het ook gewoon een beetje de gevaar. Ja, maar ja, van haast word je ook al bijna. Ga je anders, ga je al zenuwachtiger gedragen. Dus dat lijkt me wel goed. Die best wel goed gaan op laat aankomen. En kort, zo kort mogelijk op de haven. Hmm. En wij zijn meer van, wij zijn er liever allebei 10 minuten te vroeg, zeg maar. Ja. Okay. Nog 2 vragen. En eentje is een zeiltechnische vraag. En een andere is een relationele vraag. We beginnen met het eerste. Letten jullie ook op de wolken om de vlagen te bepalen? Ja, soms wel. Vaak als de wolken wat lager hangen, dan letten we er eigenlijk wel op. Maar soms is ons wedstrijdveld zo klein, omdat we maar 30 minuten wedstrijden doen en dat maar 5 minuten aan de wind, nog ineens. En dan is de wolk soms nog helemaal, blijft gewoon eigenlijk hangen voor je gevoel over de wedstrijd. Dus het ligt er een beetje aan hoe lang je wedstrijd is. Ja. En ik denk voornamelijk als er regenwolk overkomt, dat we dan wel even bespreken van, oké, gaat deze wolk invloed hebben of niet? Zeker als hij over een bepaalde kant van de baan komt, wil je natuurlijk wel kijken of dat, of die echt in de baan is of dat die net buiten de baan hangt, want dan heb je er natuurlijk net niks aan. Maar als je daarmee net natuurlijk het verschil kan maken met die ene wolk. Ja. Hoeveel uur zitten jullie samen in een week, hoe groot deel van het jaar zitten jullie samen? Veel. Heel veel. Ja, we hebben zo'n 250 dagen per jaar in het buitenland zitten en te zeilen. Dus dat sowieso. En als we niet zeilen, dan onze boot vergt best wel veel onderhoud. Dus dat moeten we ook samen doen, of doen we vaak samen. En we vinden het ook soms nog wel gezellig met elkaar. Dus ga je ook een keer even iets leuks doen met elkaar. Ja, ja, want als je zo vaak samen bent, moet je dan eigenlijk wel vriendinnen zijn? Ik denk dat het verschilt per persoon. Ja. Ik denk dat bij ons het goed zeilen heel erg komt van plezier hebben en
het leuk hebben met elkaar. Ja. En ik denk dat andere mensen het meer echt zakelijk hebben van... Oké, we doen niks met elkaar behalve het zeilen. En voor ons werkt het beter om ook gewoon veel plezier buiten het zeilen te hebben en leuke dingen te doen. Jullie zijn een team van vriendinnen. Ja. Ja. Nou, dat straalt het ook uit. Hartstikke mooi. Het uur zit erop. Er valt natuurlijk iedere keer weer een heel ander thema te behandelen. Maar dit hebben jullie fantastisch gedaan. Heel leuk om jullie zo te zien. En we horen vast wel weer van de Watersportbond of er nog meer mogelijkheden zijn voor dergelijke webinars. Ik hoop dat de mensen hier ook van genoten hebben. Ik wel. En ik hoop dat jullie dat ook zo hebben ervaren van fijn om dit een keer te kunnen delen. Ja. Ik kijk uit naar de ontroering van de wedstrijd in Parijs. Maar daar zijn nog zoveel jaar voor. Ik ga het volgen. En ik ben blij dat ik jullie iets beter heb leren kennen. Nou, bedankt. Heel erg bedankt. Ja. Ja. Jullie bedankt. We gaan eruit. Mooie avond. Ja. Mooie week. Ja. Mooie maand. Mooi jaar. Enzovoort. Ja. Dag allemaal. Het is wel moeilijk, denk ik, om al die vragen te beantwoorden. Ja. Zo, we zijn eruit, hoor. Volgens mij zitten er nog 40 mensen. 40 mensen. Dankjewel. Hey, ja, maar wat fijn. Wat mooi gedaan. Dankjewel. Ja, jullie zijn echt een team. Ja. Het vult elkaar ook meestelijk aan. En toch is het ongeveer hetzelfde. Ja.